Lekker likken. Hey, welkom allemaal bij deel 2 van de Bodyweight Pooling Series. We gaan zo meteen beginnen met de kipping. En het eerste onderdeel is de kipping pull-up. Vervolgens gaan we door naar de kipping chest bar pull-ups. En als laatste zullen we het hebben over de butterfly pull-up en butterfly chest to bar pull-up. Daar hebben we allemaal leuke skills voor jullie bedacht. Dus let goed op. Dus jullie kunnen zien, heeft Lou een hele mooie nieuwe look met wat betreft zijn haar. We gaan het als eerste hebben over de kipping pull-up. Daarvoor moet je een aantal dingen kunnen. Als eerst gewoon hangen. En wanneer je dan hangt, zorg dat je duim weer over je vingers zit, zodat je een goede grip hebt. En dat je schouderbladen actief naar beneden en naar elkaar toe zijn. Dus op die manier. Dat vind je schouder wat fijner en dan loopt het gewricht wat beter. Vervolgens ga je beginnen met het kippen. Het ziet er als volgt uit. Zoals je dus zag, maak je door een kip door middel van telkens een soort hollow body en een superman te maken. Als je dat nog niet kan alleen, vraag dan even aan een buddy of die je daarmee kan helpen. Dat doe je als volgt. Je gaat ernaast staan, dan doe je borst naar voren en de benen naar achter op die manier. En dan doe je dat zo. Op die manier kun je een beetje die beweging erin krijgen. En krijg je een beetje feel ervoor en dan kan je daarna zelf in. Het tweede gedeelte van de kip is de heup inzet of de hip pop of de second kip. Allemaal namen, maar het gaat om dat je je heup pop. Het tweede gedeelte van de kip bestaat uit het inzetten van je heup. Hierdoor creëer je momentum en dan word je dus gewichtloos, waardoor je jezelf wat makkelijker op kan trekken naar de stang. Het ziet er als volgt uit. Dus je doet gewoon dezelfde kip als eerst. En als je benen naar voren komen, dan sla je je heup erin. Op die manier. Breng dus als het ware je heup naar de stang toe. Als je dat nou lastig vindt, dan kun je dat oefenen op een paar verschillende manieren. Eén manier daarvan is deze. Goed, voor die second kip kun je deze oefening oefenen. Het moeilijkste van die second kip is namelijk het terugbrengen van je heup. Je gaat hangen. Natuurlijk span je weer goed die lats aan, dus je krijgt actieve schouders. Hier vandaan voetjes bij elkaar. Hop. En nu ga je eerst even langzaam. Je gaat omhoog. Zorg dat je billen goed aanspant en weer terug. Zo. Hier trek je je bovenrug bol en heel je houding is bol. Ja, en weer omhoog. Zo, blijf dit een paar keer heen en weer doen, zodat je weet welke bewegingen we willen zien. Uiteindelijk ga je het versnellen. En versneld ziet het er zo uit. Je voeten komen dus een klein stukje van de grond af als je het goed doet. Je moet namelijk niet alleen maar omhoog. En dan kom je nergens. Ja? Dus je moet ook snel weer terug. Yes. Yes. Nice. Een andere oefening om die tweede kip te verbeteren is deze. De bedoeling is dat je heup zo hoog mogelijk eindigt. Ja, komt hij er niet helemaal uit, dan heb je een probleem, want dan kom je ook bij die bar niet hoog genoeg in je pull-up. Hier eindigen. Zorg met deze oefening dat je rug eerst helemaal bol gaat. Hier is die helemaal bol. En vervolgens span je keihard je kont aan. Boom. Tight glutes. Dit is gelijk een goede skill om je kipping als een push-up te verbeteren. En je muscle. En je kip. Alles. Gewoon. Alle kips. Alle kip. Lekker kip. Lekker kip eten. Zodra je dus die heup erin hebt geslagen, dan wil je zelf naar de bar toe trekken, omdat je dan het minst weegt. Dat ziet er zo uit. Je ziet dus dat Roel via de heupen te gebruiken om zichzelf omhoog trok. Ja. Als je terug wil naar je tweede rep, is het handig om van boven jezelf goed weg te duwen van de stang, zodat je gelijk weer terug in je zwaai komt. Dus trek jezelf op en dan duw je goed naar achteruit om weer terug te komen in diezelfde kip. En
En dat is dus een beetje de kippenpull-up. Het zal niet zo 1, 2, 3 in één keer lukken, maar blijf gewoon veel oefenen. En hij komt helemaal Gucci. Volgende oefening waar we het over gaan hebben is de kipping chest bar pull-up. Deze is in principe precies hetzelfde als net. Alleen sla je wat harder je heupen in en trek je wat verder door met je armen, waardoor je borst de bar aanraakt, of de stang aanraakt. Het ziet er als volgt uit. De volgende oefening, of eigenlijk kip, is de butterfly kip, oftewel butterfly pull-up. Die ziet er als volgt uit. Het zag er allemaal heel indrukwekkend uit en Roe deed het al best wel mooi met gestrekte benen. Maar om te beginnen met de butterfly pull-up kan je het beste oefenen met je benen een beetje gebogen. Zodat je dan eerst gaat hangen. Weer op dezelfde manier, actieve schouders. Kom maar lang. Dus als eerst je benen buigen en dan vanuit hier strek je ze en til je benen op. Alsof je achteruit aan het fietsen bent als het ware. En dan probeer je dat steeds achter elkaar te doen. Dus eerst wil je dat dan in een kleine beweging doen, zodat je de beweging een beetje leert kennen. Dus je hebt je been gebogen, strekt hem uit, tilt je knieën op, gebogen, strekt hem uit. En dan, naarmate je dat goed kan, kan je hem steeds wat sneller doen en wat harder doen, waardoor je een soort zwaai krijgt. En dat ziet er als volgt uit. Begin dus rustig met het achteruit fietsen, dan ga je steeds iets sneller doen. En naarmate je dat steeds wat sneller doet, zal je meer momentum krijgen. En dan ga je steeds iets hoger optrekken. En uiteindelijk zal je kind boven de bar komen terwijl je in dat ritme blijft. En dan hebben we een butterfly pull-up. En als je die hebt, dan kan je zelf nog wat hoger trekken en nog wat harder die heup erin doen. En dan heb je een butterfly chest bar. Als je onze filmpjes leuk vindt, klik dan eventjes op subscribe en kom gewoon een keertje langs bij ons in de box. Check je later. Later.